Kijkers, goedenavond. Dit is Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President spreekt parlement toe tijdens algemene politieke beschouwingen. Chinese ambassadeur krijgt hoogste onderscheiding van de regering. President Santokki voert het woord tijdens de openingsceremonie van de Trinidad and Tobago Energy Conference. En één vuist noodzakelijk bij bestrijding COVID-19-pandemie. Momenteel vindt in de Nationale Assemblée de algemene politieke beschouwingen plaats. Het parlement gaat in op een aantal belangrijke issues ten aanzien van het beleid dat door de regering wordt uitgezet. Tijdens de algemene politieke beschouwing is de focus gericht op de staatsbegroting, de APB die een voorloper is op de behandeling van de begrotingswetten over dienstjaar 2021, geeft ook ruimte aan de verschillende fracties die in het parlement vertegenwoordigd zijn om via hun fractieleider in te gaan op de jaarrede van de president. Het staatshoofd ging in op een aantal onderwerpen. Meneer voorzitter, met de inkomensverhogende maatregelen en met de afbouw van subsidies krijgt de regering de ruimte nu om een sociaal pakket van maatregelen door te voeren, meneer de voorzitter. De regering is voornemens om het volgende te implementeren voor een periode van een jaar. Ter ondersteuning van de samenleving en met name de groepen die dat nodig hebben. Morgen, meneer de voorzitter, zal de regering wederom de vakbonden ontvangen. We zijn al geruime tijd in overleg met de vakbonden. Soms gezamenlijk in vakcentrale verband, soms afzonderlijk. Maar we zijn ook in contact met bedrijfsleven. En we zullen ook morgen overleg hebben met bedrijfsleven om hun de plannen van de regering voor te houden. En ook namelijk wat allemaal de maatregelen zullen zijn. Meneer voorzitter, we hebben gezien namelijk dat bij het overleg met de vakbonden we niet altijd een overeenstemming kunnen krijgen die ons moeten leiden naar een sociaal akkoord. Maar we gaan de gesprekken voortzetten. We gaan door met het voeren van overleg en de inzichten van de vakbonden die gaan we blijven meenemen. Maar datgene wat we op korte termijn moeten uitvoeren, dat moeten we uitvoeren, meneer de voorzitter. Omdat de samenleving daarom vraagt. Omdat de samenleving in problemen zit. Omdat de druk in de samenleving is toegenomen, meneer de voorzitter. En we moeten de bevolking gaan ondersteunen als regering. Meneer de voorzitter, we hebben beslist dat de salarissen van ambtenaren, personeel van ziekenhuizen en van zorginstellingen zullen worden verhoogd met een toelage. De berekeningen worden nu verder uitgewerkt tot in detail voor de verschillende categorieën. En dat zullen we aanstaande woensdag in de regeringsraad goedkeuren. Voor de ambtenaren gaat de verhoging in juni al. Daarom gaan we dit moeten goedkeuren. Morgen al in de regeringsraad, zodat dit geïmplementeerd kan worden in onze systemen die moeten zorgen dragen dat die betaling op tijd gaat plaatsvinden, meneer de voorzitter. Voor de ziekenhuizen en de zorginstellingen gaat de verhoging in juli in, meneer de voorzitter. En dat is allemaal op basis van berekeningen die we gemaakt hebben, op basis van beschikbaarheid van ons budget en het beschikbaar stellen van de bedragen voor de verschillende doelgroepen, meneer de voorzitter. Het uitgangspunt hierbij is dat met name de kleinverdieners een relatief grotere verhoging zullen krijgen. Terwijl de grootverdieners een relatief kleinere verhoging zullen krijgen. Dit komt omdat de grootverdieners meer belasting betalen, meneer voorzitter. Uiteraard weet ik hoe en ieder luistert en iedereen kijkt vanuit zijn eigen perceptie wat ik zal krijgen, meneer de voorzitter.
personen die meer dan 12.600 SRD verdienen. Je kunt snel berekenen. Personen die meer dan 12.600 SRD verdienen, zullen geen verhoging krijgen. Voor zij die het nog concreter willen weten, meneer de voorzitter, de politici, de president, de vicepresident, de ministers, de adviseurs, de DNA-leden zullen ook geen verhoging krijgen, meneer de voorzitter. We moeten nu solidair zijn. We moeten solidair zijn met de samenleving en we moeten de kleine man helpen. En wat ook een boom, morgen inkomsten ook komen, dan kunnen we kijken naar de andere groepen. Maar nu is het belangrijk dat we dat deel van het volk gaan helpen dat die steun nodig heeft, meneer voorzitter. Ook gepensioneerde ambtenaren zullen een aanvullende toelage krijgen. De onderstanden zullen ook een verhoging krijgen. En daarnaast is het besluit genomen, meneer de voorzitter, dat we sociaal vangnet versterken door aanpassing van de sociale voorzieningen in de maand juni al. Verhoging van AOV. De financiële bijstand voor mensen met een beperking. En dat zijn forse verhogingen, meneer de voorzitter. Maar ik laat het even aan de minister en zijn deskundigen om alles goed te berekenen. Want als we woensdag het besluit nemen, moet het geld beschikbaar zijn dat iedereen het krijgt in juni. Wij willen niet geconfronteerd worden met informatie of situatie waar blijkt dat het budget onvoldoende is, meneer voorzitter. Dus ik vraag u, want ik weet dat iedereen gaat weten wat. Geef ons nog een dagje tijd. De deskundigen zijn bezig om het allemaal uit te werken. Maar het zijn forse verhogingen, meneer voorzitter. De financiële bijstand voor zwakke huishoudens wordt verhoogd. AKB, algemene kinderbijslag, meneer voorzitter, wordt verhoogd. Daarnaast wordt een algemene subjectsubsidiepot ter beschikking gesteld voor de sociaal zwakkeren, meneer voorzitter. En dat richt zich op specifieke doelgroepen. Het gaat om 12 miljoen SRD per jaar om specifieke doelgroepen nog extra te ondersteunen. Meneer voorzitter, deze verhogingen worden gefinancierd. Uw aandacht hiervoor, meneer voorzitter. Deze verhogingen worden gefinancierd uit de reguliere begroting. Meneer voorzitter, en niet door monetaire financiering, niet door leningen. We hebben in ieder geval inning van de effectievere inning van onze belasting. We hebben nu hogere inkomsten uit hout- en goudsector. En we hebben prudent beleid, meneer voorzitter. We sparen. We sparen voor het volk. En datgene wat we gespaard hebben, geven we terug aan het volk, meneer de voorzitter. Meneer voorzitter, uiteraard kijkt ook de private sector wat er voor hun gedaan kan worden. Voor de ondernemers blijft de heffingskorting gehandhaafd. Meneer voorzitter, we zijn bezig met de vakbonden om na te gaan hoe de belastingschijven worden bekeken. En laten we de belastingschijven in samenhang bekijken met de invoering van de BTW. Meneer voorzitter, is het makkelijker om de belastingschijven aan te passen. De schijnende ambassadeur van de Volksrepubliek China in Suriname, Li Kwan, is door president Chandrika Persat Santokhi onderscheiden tot drager van het groot lint in de ereorde van de palm. De ambassadeur kijkt tegen het einde aan van zijn diplomatieke missie in Suriname. De afscheidsceremonie vond op maandag 7 juni 2021 plaats op het presidentieel paleis. De regering waardeert de diplomaat met de hoogste onderscheiding vanwege het uitzonderlijk werk dat hij in de bijkans 3 jaar in Suriname heeft uitgevoerd en vanwege zijn inzet om Suriname en China dichter bij elkaar te brengen. Thank you for being here with me to say farewell to the ambassador
of the People's Republic of China, His Excellency Lui Kuan, and his spouse, Mrs. Sun Xia. Mr. Ambassador, with the presentation of your credentials in September 2018, you had pledged to exert efforts to deepen the understanding and friendship between our two peoples and enhance the friendly relations and cooperation between our two countries in all fields. Now, upon completion of your tenure, you have every reason to be fully satisfied, for you have indeed made an important contribution to the already close bilateral relations. In this regard, I am seizing the opportunity to express sincere appreciation to you, Mr. Ambassador, for your tireless efforts during your terms of office in Suriname. You have had a further increase of official high visits, an advancement of the economic interaction, and the considerable expansion of people-to-people contacts between Suriname and China. We have recently commemorated a milestone with the 45th anniversary of the establishment of diplomatic relations. We can look back to a strong strategic partnership based on the valued principles of mutual respect and understanding. This has certainly been translated in concrete cooperation in various areas such as health, infrastructure, training and capacity building, energy, culture, just to name a few. The strong bonds between our countries and people were also manifested through countless formal and informal exchanges at all levels of the political and social sphere. Equally important is our engagement at the regional and global level on matters of concern and interest to both the region and our countries. In this context, I recall the significance of the institutional mechanism of the China-Caribbean consultation, as well as the consistent policy of successive government in Suriname in adhering the One China policy. Mr. Ambassador, in almost 3 years of your assignment in Suriname, we can reflect on your tenacity and strong will to move ahead with concrete outcomes and getting things done. We have witnessed the implementation of several projects, including the expedited completion of the Wanika Hospital and the Bakehuizen Bridge. You were instrumental in ensuring maximum use of the capacity building and training offered by the Chinese authorities. In the social sphere, your effort to strengthen the cultural ties are commendable. I recall in this regard the innovative The Chinese in Me project and the Chinese ambassador school cup. A special word of appreciation for your contribution and the various donation from the Chinese authorities of personal protective equipment and the 100,000 doses of Sinopharm vaccine in our fight against the coronavirus. This enables the government to equip and stabilize the health sector and contribute to mitigate the health impact of the COVID-19 pandemic. Mr. Ambassador, reflecting on the time you spent in Suriname, I wish to add on a personal note that it has been a pleasure working with you before my inauguration as president and after I took office. Your diplomatic posting in Suriname has been a fruitful one that completed the circle of your tenure as a high-standing diplomat in a meaningful way. I hope
that Suriname will have a special place in your heart, and that thoughts of Suriname will bring a satisfying and fulfilling feeling for you and your spouse, whom I also wish to commend for her support. I expect that with your successor, we will be able to bring the Suriname-China relations to even higher levels in order to sustain more than 45 years of friendly and strategic cooperation. I feel very excited and honored. And also, I think this is not just an honor for me, it's an honor to our relationship. It shows that the government of Suriname attaches great importance to China-Suriname relations. So this honor I feel proud of, and also I feel proud of my own country, China, because I'm representing China in Suriname. And I also want to take this opportunity to thank all the friends, my friends in Suriname. You know, I'm very active. I have a lot of friends in different sectors. I can't have time to call them every one by one. So I use this opportunity to say bye-bye, to say thank you and goodbye, and we'll meet someday in Suriname again or in China. Suriname en Guyana beschikken over enorme olie- en gasvoorraden. President Chandrika Prasad-Santokhi heeft aangegeven dat landen op korte termijn zullen profiteren van de voordelen uit de olie- en gasindustrie. Echter benadrukt hij dat landen meer dan ooit tevoren verantwoordelijk dienen om te gaan met alles rondom de natuurlijke hulpbronnen. Het staatshoofd sprak tijdens de openingsceremonie van de Trinidad and Tobago Energy Conference met als thema Leading the Caribbean's Energy Transition. Deze activiteit heeft plaatsgevonden op 7 juni 2021. Wij moeten als samenleving één vuist maken om de COVID-19-pandemie terug te dringen. Daarbij is het noodzakelijk de bekende regels in acht te nemen. Ook wordt geadviseerd dat u zich laat vaccineren tegen het COVID-19-virus. Wij roepen een ieder op om geen ongenuanceerde berichten te verspreiden. Laat je goed informeren. Als wij samen alle regels in acht nemen, dragen wij sneller bij aan het elimineren van deze pandemie. Zo kunnen wij sneller terug naar het normale leven. En we zijn gekomen aan het einde van Focus. Ik bedank u voor uw aandacht. Goedenavond.